Heel vroeg in de ochtend van 1 januari 2019 zijn alle deelnemers gearriveerd in de haven van Marokko, in Nador om precies te zijn. Vanaf hier begint de echte rally. 12 etappes door Marokko, Mauritanië en Senegal. Maar het is eerst nog even wachten bij de douane. Dat duurt een paar uur langer dan gehoopt. De deelnemers gaan daar ook later van start in de eerste etappe. Maar we treffen daar op dat moment ook de enige Nederlandse motorrijder, Rick Reinders. We zijn een beetje zenuwachtig. Het is een korte etappe, dus ik hoop vlug aan te komen. En dan een lange liaison. Dus het zal koud worden ook. Dus we gaan rustig. Aankomen is het belangrijkste en dan zien we wel. En dan gaan we van start voor de eerste etappe van de Afrika Eco Race. En het is ook gelijk de langste etappe. Maar liefst 648 kilometer naar het eerste bivak in La Momie. De special daarentegen is slechts 90 kilometer en zit aan het begin van deze etappe. Het is een etappe om er een beetje in te komen. En dat doet de Brit Richard Kane gewoon heel goed. Hij komt als derde binnen, slechts 4 minuten achter Paul Anders Ullevalseter. De zeer ervaren Noor rijdt al sinds 2002 de Dakar Rally en doet al vele jaren mee aan de Afrika Eco Race. Hij had het een beetje koud in de ochtend, deed het ook een beetje voorzichtig aan en dat bleek ook wel, want hij werd al vrij snel voorbijgereden door Alessandro Botturi, de man die deze etappe op zijn naam schrijft. Hij is een debutant en wint dus gelijk als debutant de eerste etappe in deze Afrika Eco Race. Een heel mooi resultaat. En dat betekent dat hij ook gelijk aan de leiding gaat van het algemeen klassement voor Paul Anders Ullevalseter en de Brit Richard Kane. Rick Reinders kwam helaas niet verder dan de 44e plaats op 50 minuten achterstand. De man met de meeste pech vandaag is de Fransman Philippe Pinchidet. Hij rijdt zijn SSV ongewild in een heel groot gat. Hij kan niet zelfstandig meer naar het bivak komen en wordt op de bezemwagen naar het bivak vervoerd. Hopelijk kan hij later nog wel starten. Echter, vooraan in het gecombineerde auto- en truckklassement is het op de derde plaats Dominique Hoosieux. Hij rijdt dit jaar met Arnaud Debron als navigator. Die heeft al 2 keer de Afrika Eco Race gewonnen als navigator naast Jean-Louis Slesser. Een hele mooie tweede plaats is er voor deze Igor Bouwens. De Belg die voor het eerst mee rijdt in de Afrika Eco Race rijdt een fantastische eerste etappe. Beter dan verwacht. Ik denk dat wij 11 seconden achter de eerste auto zijn. Maar het is nog 11 dagen. We moeten wel een beetje zien hoe dat materiaal heel blijft. Maar het ziet er heel goed uit. Beste Nederlander bij de trucks is Aad van Velsen van Velsen Rally Sport. En gewoon puur voor mijn banden gegaan. En toen we gefinished waren, stapte ik uit. Want dan was toch onnieuwsgierig wat er van overgebleven was. Maar inderdaad, ze zijn er bijna nieuw. Dus niks aan dat. En de snelste man vandaag is Dominique Lauret. De Fransman won de etappe. Nadat hij vorig jaar ook al de 10e etappe won in de Afrika Eco Race. Hij was blij verrast. En daarbij gaat hij ook gelijk na de eerste dag aan de leiding van het klassement voor de Belg Igor Bouwens in zijn Iveco en Dominique Hoosieux in zijn Optimus. Snelste Nederlander was Aad van Velsen van het Van Velsen Rally Sport Team. En als laatste Nederlander is binnengekomen het All-Star Rally Team van Johan Elfrink. Hij had pech door een lekke band. Ik denk in het stof een lekke band gereden. Ja, dat is niet anders. En we zitten met z'n tweeën in de cabine, dus dan... dat kost gewoon 29 minuten. Een bandje wisselen. Gelukkig voor Johan was dit slechts de eerste etappe van 90 kilometer. De tweede etappe wordt een heel ander verhaal. Totaal 431 kilometer special stage. Ze hebben maar een verbinding van 2 kilometer na de start en ze finishen in het bivak.